Het coronavirus maakt de situatie in het ziekenhuis volkomen anders dan normaal. Arjen Richter is chirurg en medisch coördinator bij ziekenhuis Amsteland. Om iedereen te helpen is er heel wat aangepast. We hebben aparte afdelingen schoon moeten maken, leeg moeten maken om aan de COVID-verdachten en de COVID-bewezen patiënten onderdak te kunnen geven. Onze intensive care is enorm in capaciteit toegenomen en dat vraagt een heleboel aanpassingen. En dat zie je in de hele infrastructuur in het ziekenhuis terug. Normaal gesproken hebben we een intensive care met 4 beademingsplekken in ons ziekenhuis. En daar kunnen we normaal gesproken goed mee uit. Dat zijn er inmiddels 9. Dat zijn plekken die veelal bezet zijn. Onze COVID-verdachte en bewezen afdeling heeft een capaciteit van 50. Dat heeft behoorlijk impact op alles wat we doen. Landelijk is er sinds enkele dagen een afvlakking van het aantal IC-patiënten te zien. Volgens de medisch specialist is het moeilijk te zeggen dat het aantal patiënten daadwerkelijk aan het afnemen is. Het zijn echt dagkoersen die je ziet. De ene dag zien we misschien een stabilisatie van het aantal patiënten en de volgende dag kan het weer een stuk onrustiger zijn. Het zijn dagkoersen. Dus ik denk dat het te vroeg is om daar nu te zeggen het is rustiger. Het fluctueert per dag. En dat betekent dat we in onze organisatie nog geen veranderingen aanbrengen hoe we daar nu mee omgaan. Het is niet alleen voor de artsen en chirurgen een zware en bijzondere tijd. Ook voor de verpleegkundigen. Het is anders werken. Je staat natuurlijk volledig in pak. Het is andere patiëntcontact wat je hebt. Voorheen gaf je nog iemand een ei over de bol of een hand kon je vasthouden. En het is nu wat afstandelijker geworden. Dus je komt een stuk zakelijker over en dat is voor ons wel heel lastig. Het empathisch vermogen wat we normaal gesproken kunnen vertonen, dat is nu een beetje weggevallen. Begin je het al zwaar te krijgen? Nog niet. Ik heb gelukkig een heel goed team. Een heel enthousiast team wat van tevoren heeft gezegd, we gaan dit met z'n allen doen. En dat doen we nog steeds. Ik heb patiënten die nog steeds gezellig zijn. We hebben het nog steeds gezellig met z'n allen. De collega's zijn gezellig. We kunnen het goed met elkaar vinden. We kunnen met elkaar sparren waar het nodig is. En ik denk dat dat het belangrijkste is. We kunnen goed als team met elkaar overweg. Er zijn ongetwijfeld mensen die op dit moment met lichte of misschien zelfs wel zwaardere klachten denken. Ik vermijd het ziekenhuis eventjes met het virus in de lucht. Is dat verstandig? Nou, ik denk dat voor lichte klachten en klachten die kunnen wachten, dat het verstandig is om dat uit te stellen. Omdat je onnodig druk gaat zetten op een systeem dat op dit moment zwaar belast wordt. Ik denk dat voor klachten die meer spoedeisend van het karakter zijn, denk aan hartklachten, denk aan klachten passend bij beroerte of de ongevallen, daarvoor moet je gewoon naar het ziekenhuis komen en is het ziekenhuis zeker een veilige omgeving.